Er heerst een erbarmelijke situatie in het academisch ziekenhuis Paramaribo AZP. Patiënten kunnen geen afspraak maken bij de vele specialisten. Hierop wees NDP-parlementariër Anissa Di vandaag tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée na de vele klachten die ze kreeg vanuit de gemeenschap. Deze situatie heeft volgens haar te maken met de actie van het personeel bij het AZP. Sadi vroeg de regering in te grijpen, zodat patiënten geholpen kunnen worden. Bellen is onmogelijk. Ga je met pijn en moeite ernaartoe, lees je op het bord, apparatuur stuk, geen behandeling. Voor consult staat wij staken, voorzitter, via u. Patiënten lopen maanden met katheter rond, katheterzakjes rond. Hoe moet het verder voor Surinamers die hulp nodig hebben voor hun gezondheid? Voorzitter, via u. En de minister van Volksgezondheid, ik zie hem niet hier, maar ik weet dat hij luistert. Minister, neemt AUB uw verantwoordelijkheid. Surinamers die nu ziek zijn, zien bijna geen heil meer in het leven, gefrustreerd. Voorzitter, waar stelt de regering prioriteit? Vooral als ik nou moet lezen dat ze wel een pand kopen van bijna 7 ton US dollar. Voorzitter, laat de regering aandacht schenken aan de situatie bij AZ-AUB. Ten tijde van de oproep van Sadi was minister Amar Ramadine niet in het parlement. De bond bij het AZP is al enige tijd in beraad. Er ligt een gesprek in de planning met het clusterteam van ministers. Tot zover bekend wil de bond geen genoegen nemen met voorstellen die nu gedaan worden, omdat ze van mening zijn dat alle onderhandelmomenten zijn gepasseerd. De bond wil namelijk oplossingen zien. Het AZP-personeel is in beraad om nieuwe loonreeksen, de uitbetaling van de COVID-19-toelagen en voor rechtspositionele zaken.